Hallo en welkom bij een nieuwe vlog. We zijn hier bij Artie Jan. Ja. Kijk, dit vind ik wel zo asociaal. Ik weet niet of jullie het zien. Er staat namelijk een bordje met... Geen fietsen plaatsen. Ga je wat verder? Ja. Een fiets. Ik ga een chippy nemen. Want ik ben hier met mijn lieve nichtje. Vind jij chips ook lekker? Doe de duimpje omhoog. Oh, de helft van net bij mijn nichtje op de grond. De helft van was in de hand. Hier is een talentenshow. Wij hebben de eerste helft niet meegemaakt. Misschien mogen we de tweede helft wel. Maar het schijnt er echt helemaal de bom te zijn. Geef me ook trippy. Ik ben verslaafd. En deed ook een meisje uit mijn klasse mee. Die zijn volgens mij niet door. Met allemaal zangacts en dansacts. En wat dan ook. Oké, ik zal jullie even mijn week vertellen. Dat begon met maandag natuurlijk. Heb ik niet zoveel gedaan. Ben gewoon bezig met mijn spreekbeurt geweest. En dat soort dingen. En dinsdag had ik mijn spreekbeurt dus. Tot een 8. Maar de PowerPoint deed het niet. Dus toen... We hadden geluk dat het schoolfoto was. Dus we hadden gewoon alle tijd om het helemaal te herstellen en zo. Dus uiteindelijk hebben we gewoon bijna helemaal een nieuwe PowerPoint gemaakt. Omdat de meeste het zo snel goed. Oké, daar had ik even zin in. Dat ziet er ook gewoon vast vet uit. Zo. Oha. Wow, dat is niet pijn. Het schijnt dat er hele goede acts door zijn. Oh ja, nu woensdag. Wat zal het zijn? Ik ben gewoon naar Vitalis geweest en was er. Donderdag, normaal dagje. Gewoon buiten gespeeld. En whatever. Gewoon de normale dingen, lekker gegamed. En vrijdag. Dat is een mooi dagje voor me. Ik heb een club en die heet de Dierengilde. En daarmee heb ik toen lekker gespeeld en zo. Ik was wel de enige jongen van de andere jongen, want er was nog een jongen en die kon niet. Dat is wel jammer. Maar toen zijn we naar het schoolplein geweest, waren er nog meer jongens. Heb ik lekker een beetje gevoetbald, ook al kan ik er geen bal van. Ik heb er wel een gescoord hoor. En we hebben gewoon met jongens uit de andere groep gevoetbald. Oké, Anthony en mijn nichtje zijn lekker aan het spelen. Kijk, zo laag ik het. Zeg maar hoi. Hoi. Zeg maar hoi, poepenscheefje. Hoi, poepenscheefje. Echt een geweldige familie. Heel goed opgevoed. We zijn nu bij 4,5 minuut. Ik wil deze vlog ook wel wat langer maken. I am the champion. I am the champion.
Yes. Wow, ik ben thuis. Anthony, neem jij de vlog even over en vertel gewoon wat je in deze week gedaan hebt. Ik heb deze week vlog gezeten, vond je het leuk, maar... Ja, ik heb geen vlog. Ja! Hier is een kop. Hij is een smurfje met een naam op. En die heeft jou niet. Ik heb de poepje daar. Oké, Anthony, vertel me wat je in deze week gedaan hebt. Gewoon begin maar bij maandag. Maandag ging je naar school, donderdag ook, en al die feestjes door. En de laatste dag ging je chillen. En de volgende dag... Wat moet ik je opnemen? Het is vandaag zondag en dit is de vijfde vlog. Ik wil klaar voor je. Als je deze vlog ziet, vergeet niet te abonneren. Want we hebben niet genoeg abonnees. We hebben er maar één. Charlie. Echt. Jullie gaan weer naar binnen. Shoutout naar die abonnee. Ik ben echt trots op hem. Die is echt degene die het beste met ons voor heeft. En we gaan kijken of er ruimte is voor Alkmaars talent. We zien. Vind je het leuk, Charlie? Vind je het leuk, hè? Ja. Niet leuk. Oh ja, ik wil dit aan de hand. Zeg Ik heb hem erop staan, hè? Ik zal hem proberen te... We gaan die kant op, volgens mij. We gaan op dit moment kijken of er plaats is. Nieuw dingetje. Ja. Waarom? Jultje, we mochten toch mee? Ja, en dan keek ik even aan de plek zijn om te zien. Dus kom even mee en we moeten even kijken. Maar nou even maar Jolico, jij kan nog naast mij zitten. Hopelijk wel. Wil je dat? Ja. Ja, ik zit voor de buurt We zijn er bijna. Ik ga deze vlog afsluiten en later. Abonneer. Laat weten wat je ervan vond. Like en doei.